Danny Post. Na 255 wedstrijden voor VVV ga je de club verlaten. Waarom is dit voor jou het moment om dit hoofdstuk af te sluiten? Nou, dit is het moment. Ja, ik had in de zomer natuurlijk al een vertrekwens. Daar zijn wat opties geweest. Ik heb toen gewoon bewust gekozen, ook met mijn gezin, om het toch hier nog gewoon een jaar af te sluiten. Ik had nog een jaar contract ook. Ja, nu krijg ik een kans, komt een kans voorbij. We komen zelf uit Amsterdam, zoals iedereen weet, om ja, die kant op te gaan en een langdurig contract nog te tekenen. Dus ja, veel wikken en wegen. En ik zie het als een kans om toch nog gewoon te gaan voetballen. En voornaamste ook gewoon om weer een nieuwe omgeving en fris. Het zijn gewoon 9 hele mooie jaren geweest met ups en downs. Maar dit is gewoon een nieuwe stap en ik denk dat het goed is voor beide partijen. Hoe moeilijk was het om die knoop door te hakken? Ja, heel moeilijk. Eerlijk gezegd is dat nog steeds moeilijk. Kijk, je gaat het zakelijke, het willen voetballen, heel belangrijk. Maar er komt gewoon heel veel emotie bij kijken bij het gezin. Bij de mensen hier waar je al 9 jaar mee samenwerkt. De supporters, altijd gewaardeerd. Ja, goede band mee, contact mee. Ja, er komt gewoon heel veel meer bij kijken na 9 jaar. En het is niet dat je 1, 2 jaar vertrekt bij een club. De mensen hier in de organisatie, ja, dat is gewoon zwaar. En ook thuis ja, is dat wel zwaar. Als we dan kijken naar de stap die je maakt, Almere City. Waarom heb je voor die club gekozen? Ja, ik geloof heel erg in het plan van Almere. Het is een club met heel veel potentie. Een echt groeiende achterban qua stad. En ja, het verhaal, ik volg Almere natuurlijk wel wat langer. Ik kom uit Amsterdam, vrienden die in Almere wonen. Dus ja, het is ook bij mij weer in het plan van eventueel terug. We zouden terug gaan naar het westen. Dus wat dat betreft past dat gewoon perfect in het plaatje. En ja, het is gewoon een hele club die gewoon graag wil groeien. En echt wel te laag staan voor wat ze in huis hebben. Laten we dan even teruggaan naar het begin hier in Venlo. Je kwam in 2013 binnen bij de club. Weet je nog hoe die eerste dagen hier waren? Ja, was ook wel op het laatste moment in de transferwindow, toen in de zomer volgens mij. En ja, dat was wennen. Ik kwam natuurlijk uit het westen, Dordrecht zat ik toen. En dat was best wel direct en hard. En hier was het toch wat rustiger en ja, niet heel erg van de directe communicatie. Dat kreeg ik wel meteen door. Dus ja, dat was wennen, maar daar paste ik me wel snel in aan door gewoon mezelf te zijn. En toen kreeg ik ook wel vrij snel de aanvoerdersband die daar wel echt bij paste. Dus je was wel snel op je plek bij de club en in ja, Venlo ook? Ja, ik merkte gelijk dat het een heel erg warme club was die ja, gewoon heel familiair met elkaar omgaat. Ook gewoon buiten het veld en dat beviel me heel erg. En dat, ja, dat is ook de reden waarom ik zo lang hier heb gezeten. Ja, je bent een echte Amsterdammer in Venlo. Kunnen we zeggen dat je ook een klein beetje Venlonaar geworden bent? Ja, niet een klein beetje. Dat zeg ik. Ik heb thuis sinds dit speelt natuurlijk overleg gehad over het feit wat ga je doen. Mijn vrouw zit hier op de plek. Die heeft collega's die werken, die kinderen gaan naar school. Dus tuurlijk voelen we ons echt, dit is ons thuis. En dat wordt ook natuurlijk, dat is nu de grote stap. Maar we wisten dat die eraan zat te komen. En op een gegeven moment moet je dan gewoon die keuze maken, maar wij voelen ons echt wel, we zijn ook echt wel van plan om nog vaak terug te komen. Met carnaval bijvoorbeeld? Dat zeker, ja. Als we dan naar het voetbal gaan kijken, je eerste 4 seizoenen speelde je hier in de Jupiler League, in 2017 promotie. Hoe kijk je daar nu, jaren later, op terug? Ja, opbouw natuurlijk van de Jupiler League toen naar het kampioenschap was eigenlijk heel mooi. Steeds, je zag gewoon groeien en toen de tijd ook wel de mogelijkheden gehad om te vertrekken. Wat wel met clubs contact gehad, maar toch echt gekozen toen voor het plan om hier te blijven. Dat pakte heel mooi uit met een kampioensjaar. En ja, als ik daaraan terugdenk, dan krijg ik nog een kippenvel en warme gevoelens. Gewoon, dat was zo mooi. Toen ja, de Eredivisie eigenlijk in. En dat was, ja, weet je, iedereen toen op voorhand, kan ik me nog goed herinneren, zei ja, VVV. Degradatiekandidaat nummer 1, die zijn zo weer terug. Weinig mogelijkheden. En we hebben dat gewoon 4 jaar lang met z'n allen gewoon volgehouden. Met de capaciteiten die we hebben en de begroting. Dus ja, daar ben ik gewoon heel trots op. En ook ja, dat er daarna een degradatie bij komt. Dat is inherent denk ik aan een club als VVV om zijn hoofd boven water te houden.
Ja, hoe heb je dat verwerkt, die degradatie? Ja, moeilijk. Maar kijk, in het begin is het lastig en daarna ga je daar wel weer wel beter mee om. Alleen het is natuurlijk altijd vervelend voor een voetballer om te degraderen. En zeker als aanvoerder vorig seizoen. En dan krijg je veel ja, over je heen. Ook als aanvoerder. En dat je neemt je verantwoordelijkheid. En dan geef je ook nog eens aan dat je wil vertrekken. En ja, dat heeft ook gewoon met meerdere zaken te maken. Ook gewoon dat je aan een nieuwe omgeving meemaakt. Je komt mentaal in een zware periode. Dus daar moet ook allemaal rekening gehouden mee worden. En dat is gewoon waar je vaak de afwegingen maakt. Je koos ervoor om toch te blijven. Maar door blessure speelde je dit seizoen minder. Ik kan me voorstellen dat het in dat opzicht niet het gewenste afscheid is, misschien. Ook met de lege stadions. Ja, aan de ene kant klopt dat wel. Kijk, ik brak natuurlijk mijn hand deze voorbereiding, waardoor je eigenlijk de voorbereiding miste. Je hebt corona gehad, quarantaine met naar school gaande kinderen, je mist hier en daar wat. Het is gewoon geen optimaal eerste half jaar gehad, maar niet iets wat ik me kan verwijten. Of daar zit je zelf namelijk ook heel erg mee. Je wil die aanvoerder zijn om die jonge jongens weer in de keukenkampioendivisie jou op weg te helpen. Alleen ja, dat is voor mij ook teleurstellend geweest. Ja, daar nu op terugkijken, denk je van ja, had je toch wel in de zomer naar die club moeten gaan die zich gemeld had of niet? Ja, dat zijn keuzes die je achteraf altijd makkelijk kunt maken. Alleen het is gewoon ongelukkig geweest. Ja, nu neem je daar na bijna 9 seizoenen afscheid van de club. Voelt het dan gek om hier nu weg te gaan? Ja, heel gek, dat zeg ik. Maar dat besef komt eigenlijk pas vandaag, nu je echt hier je spullen zogezegd komt ophalen en de mensen, ja, gewoon in tranen ziet waar je al die jaren mee gewerkt hebt. En dat doet gewoon echt wat met je. En dat is ook wat ik hier zo mooi vond. Die band die ik had, dat vond ik soms wel belangrijker dan het zakelijke. En altijd maar dat sportieve. En dat is ook wat ik nu voel. En tuurlijk, en dat is ook met de supporters. Weet je, ik heb het mooiste moment dit jaar, terugkomend op de vraag van net, was dat ik thuis hier bij MVV zo geëerd werd met dat spandoek. En ja, daar krijg ik nog elke dag als ik daar aan denk kippenvel van. En dat is ook hoe ik me altijd gevoeld heb hier. Ik heb altijd mijn stinkende best gedaan, altijd hard gewerkt. Niet altijd misschien het beste voetbal, maar wel altijd gewoon voor de supporters en voor de club gevochten. En dat ze me dan zo geëerd hadden, ja, dat afscheid neem ik gewoon wat ik toen al gehad heb. Dat blijft me altijd bij. En dat daarna die stadions leeg waren, ja, dat MVV thuis pakt niemand mij meer af. Ja, als we daarmee afsluiten ook, met die supporters die je altijd gesteund hebben, wat zou je nog tegen hen willen zeggen? Ja, dat het nu voor mij dit een stap is die ik ja, op mijn leeftijd voorbij komt, ook pas in het plaatje gewoon. En dat het niks te maken heeft met de supporters of de club. Het is gewoon een mogelijkheid. En ja, het doet me heel veel. En ik heb ook al heel veel berichten gehad ja, in de afgelopen periode gewoon van supporters. En ja, die band is gewoon goed. En ik blijf ook zeker terugkomen. En ook naar hun toe wil ik ze ja, gewoon succes wensen. En ze zitten voor altijd in mijn hart. En dat is ook wat zij al die jaren, hoe ze mij gesteund hebben. Dus ja, daar kan ik alleen maar vol lof over spreken.